dat we dat precies van mensen afnamen. Eigen regie. Ja, dus dat gaat over de hart van de organisatie. Ja. Emotioneel is het afschuwelijk. Het is echt afschuwelijk. Ik heb echt wel eens gedacht, het is net de gevangenis. Ja, je grijpt in levens van mensen. Dus er zijn best heel veel voorbeelden te geven wat dat betekent. Hè? Dus ik hoorde een verhaal van een mevrouw die één keer per jaar het sterfdag van haar man gedenkt. En op die dag komen haar kinderen. Dat ging dus niet. Ik hoorde verhalen van mensen die ziek waren en stervende waren. En ja, normaal creëer je dan een omgeving waar je afscheid kunt nemen van de kinderen. Dat gebeurde dus niet meer. Vanaf dit moment stoppen we met handen schudden. En ik wil nogmaals een klemmend beroep doen op iedereen om niet te gaan hamsteren. De straten zijn leeg, de treinen zijn leeg. Als we verkouden zijn, blijven we thuis. Omdat ouderen zo kwetsbaar zijn, hebben we besloten om in alle verpleeghuizen de deuren te sluiten voor bezoekers. Je denkt niks in de zin van, oh wat vreselijk, want je hebt geen idee wat het inhoudt. Maar het is wel schrikken. 16 maart was ik jarig, 18 maart gingen we dicht. Klaar, in één keer. Ja, we hebben als zorggroep Ouder Nieuweland ons daar eigenlijk tegen verzet. Al een aantal dagen daarvoor en weken daarvoor zagen we dat instellingen ervoor kozen om locaties geheel te sluiten. Wij zijn dat eigenlijk pas gaan doen op het moment dat er een besluit kwam van de overheid dat het moest gebeuren. En voor ons was dat een zwaar besluit, omdat je dan echt ingrijpt op de regie van onze bewoners. Dus je sluit sociale contacten, je zorgt ervoor dat mensen teruggeworpen worden op zichzelf. En ja, eigenlijk wilden we dat vermijden. Ik denk gewoon, ik laat het gewoon gebeuren en dan is ik het wel. Ik denk dat, als ik zo terugkijk, dat we in het begin heel netjes de regels volgden. Hè. We zeiden ook, wij volgen de regels van de RIVM. Gaandeweg merkten we dat maatwerk heel verstandig was. En zo'n voorbeeld was mensen die in de eerste week stervende waren. Er was het beleid, er mogen maar zoveel mensen zo lang bij iemand op bezoek komen. Ja, dat is in de loop van de tijd echt wel aangepast. Dan zochten we naar andere mogelijkheden. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan proberen we iemand die stervende is op een plaats te zetten waar de familie wat makkelijker bij kan komen. Dus je zoekt dan naar meer mogelijkheden. En die strakheid hebben we in het begin wel gehad. En dat was bijna een militaire operatie. Gaandeweg lukt het veel meer om het accent van veiligheid ook weer meer te leggen op menselijkheid. Waar onze medewerkers heel veel last van hebben gehad in de coronatijd is, ben ik verantwoordelijk ervoor dat bewoners besmet worden? Die angst maakte een soort morele stress bij mensen, bij verpleegkundigen, bij IG'ers en bij schoonmakers, iedereen die hier werkt. Van hoe kan ik zo veilig mogelijk leven om niet me verantwoordelijk te voelen voor het feit dat bewoners ziek worden? En, dus dat verband hebben wij niet kunnen vinden. Dus we weten nog steeds niet precies hoe besmettingen zijn plaatsgevonden. Maar dat het veel morele stress heeft gegeven bij ook mensen die bij ons werken, dat is wel duidelijk geworden. Je moet er niet aan denken dat het nog een keer gebeurt. Maar het was toen niet anders. De inzichten waren nog niet zo ver. Misschien dat het in een tweede golf anders gaat. We begrepen ook steeds meer van de coronacrisis en van de coronavirus. Op het moment dat we daar meer grip op kregen en controle, hebben we echt een bewuste stap gezet naar meer maatwerk, meer professionaliteit en ook zoeken naar die menselijkheid. Ja. En dat was ook de reden voor ons om, toen er sprake was van openstelling, ook als eerste ons aan te melden in deze provincie. Dus deze locatie, Hof van Smeden, heeft meegedaan met de pilot, omdat we van mening waren, net zo goed als dat we niet wilden sluiten, dat op het moment dat het kon, we ook weer direct de locatie moesten openstellen voor onze bewoners. We mogen nu weer naar buiten. We mogen weer. Dus ik kan er weer uit als ik dat wil. En alleen al weten dat dat kan, is voldoende. Of je gaat, is een tweede. Maar het kan. En dat is wel heel belangrijk om te voelen. Ja, tot ziens. Doeg.